Why I love this book? Voor mij is dat Filijnen zegt sorry, door Ronald Gippard. Het is een boek over filijnen. Een meisje die soms heel filijn is en vooral heel erg stoer. En zij trekt de wijde wereld in. Ze heeft een relatie, ze is jong, maar ze wil eigenlijk de wereld ook nog ontdekken. En het gaat ook heel erg over hoe die liefde zich ontwikkelt en hoe ze dat ook wel ingewikkeld vindt. Want het is nogal een explosieve persoon. Maar uiteindelijk overwint de liefde alles, denk ik, in het boek. Zonder alles weg te geven daarmee. Ze gaat op een gegeven moment ook naar New York. Waarom ik het mooi vind, ik heb het zelf gelezen toen ik tiener was. En ik maakte boekverslag voor school, voor Nederlands. En vooral waarom ik het heel leuk vond en bijzonder. Ik heb het ook al 5 keer gelezen of zo. Was het taalgebruik. En ik dacht, oh, hoe kan je zo stoer zijn? En soms ging het over het randje, maar meestal vond ik het gewoon heel stoer en bewonderenswaardig. Omdat zij bijna mannelijk stoer was en op die manier de wereld inkeek. En het inspireerde mij ook wel om zelf wat, ik was misschien 16, 17 jaar, wat stoerder te worden en de wereld te ontdekken. En ik ben daarna zelf naar Frankrijk gegaan, een half jaar. En misschien wel een beetje door dit boek.